Voilà. Ah, welkom iedereen op jullie matje in de tweede les hier in de Xaverianen. Ik kom even op je mat staan. Ik kom met je been op bekkensbreedte staan. Sluit je ogen eventjes. En kom eventjes tot jezelf. Misschien heb je net als ik je wat moeten spoeien naar hier. En eventueel in de file gestaan of thuis wat tegen dat je er voor de computer geraakt. En kom, neem eventjes de tijd om volledig aan te komen op je matje. Maak volledig contact met je voeten op de mat, met je ademhaling. Toen je er staat, met je gedachten, met je energieveld, met de omgeving rond je, met de omgeving in je. We gaan een keer goed in. We gaan nog uitademen met een diepe zucht met ons mond open. In, vul je buik, vul je borstkas. En uit. Laat je nog zacht worden vandaag. In. Plooi zachtjes je knieën. Knieën uit slot. En kom tot jezelf. In, vanuit je onderbuik, flank en borstkas. En uit, diepe zucht. Maak de klank A of H. In. Ja. Zet de glimlach op. In. In. Kom weer op je hielen geleund. Schroef je hielen in de mat. Verleng je borstkas. In. En uit. We gaan ons lichaam in beweging zetten door ons lichaam te gaan shaken. Door te gaan bewegen. Shaken is zo wat proberen te springen van je mat, maar eigenlijk niet van je mat weg te gaan. Je mag je ogen open doen en kijk naar je voeten. En kijk naar je voeten. De binnenkant evenwijdig staan met elkaar. Staan je tenen evenwijdig en je hielen. Zijn je hielen niet dichter bij elkaar dan je tenen? Dus iedereen kijkt naar je tenen. Probeer te doen. Kom meer in de hielen terecht en plooi je knieën zachtjes. En als je door je knieën plooit, door de beweging, ga je ook een keer kijken naar je knieën, van je knieën naar binnen of naar buiten. Ze moeten mooi naar voren vallen. We gaan onze borstkas verlengen, onze flanken verlengen en meer op ons hielen gaan leunen en ons hielen in de mat gaan schroeven. En de trilling intenser gaan maken. We laten onze kaak los en we gaan geluid maken. Ik zie hier een aantal gezichtjes van, ah nee, maar geluid maken is ontzettend bevredigend van jezelf. Laat maar die kakelos, ja. Van anders mag je je klank uitzetten, want anders gaat het mee op de video staan. En het is heel fijn dat je geluid maakt. Het is ontzettend fijn, maar voor de opnames willen we je eruit censureren. Maar het is ongelooflijk tof dat ik je ook hoor. Oké, dus open, laat die kaak los. Meer in je hielen. Dan gaan we nog meer op de linkerkant halen. En laat maar goed gaan trillen op je linkerflank. En laat je trilling maar doorgaan door je benen naar je bekken. Langs je wervelkolom naar je hoofd. En laat maar je kaak los. Laat maar los. En naar de rechterkant. En meer op je hielen. Ja. Het is vanuit je benen dat je mag springen, Linda. Het is zo vanuit je benen dat je de beweging maakt en niet vanuit je handen. Ik zie je knie niet bewegen. Het is echt, probeer te springen vanuit je voet. Van beide benen op de grond zijn. Het is echt vanuit je benen dat je beweegt. En de rest van het lichaam volgt. Oké, we maken de beweging. We gaan ons bekken erachter doen. En meer naar voren gaan leunen. En onze bovenbenen en ons onderbuik gaan tegen elkaar gaan komen. Zorg er ook gewoon voor dat je knieën goed plooit. Je onderbuik en je bovenbeen bij elkaar zijn. En dat je onderrug zo probeert in een lichte curve te houden. Dat je niet bol zit. En laat je trillingen los. En je komt tot stilstand. Je mag je ellebogen vastnemen. Doe je bek naar achter. De hielen in de grond. En je schroef je hielen naar buiten. Toe dat je buitenste benen activeren. Laat je hoofd hangen. Laat je borstkas hangen. En plooi je knieën een beetje, dus dat je
zitvlak naar beneden komt, handen aan de zijkant van je knieën, je tel je borstkas omhoog. En we blijven in de lange squat. En enkel met de kracht van je benen doe je heel langzaam omhoog. Kom aan de voorkant van je mat, één hand op de buik en één hand op de borstkas. En je komt meer in je hielen geleund. Je schroeft die hielen in de mat. En je telt met één hand je borstkas omhoog, sluit je ogen. En je duwt echt je borstkas helemaal omhoog met je hand. En je ademt 5 vingers onder je navel. Start met je buikademhaling. Dan kan je duim in je navel leggen. En adem 5 vingers onder je navel. Dus net onder je pink. Kom tot jezelf. Start met die ademhaling. Heel intensief. Adem in, doe je onderbuik heel krachtig naar buiten. Adem uit, trek die onderbuik 5 vingers nog heel krachtig in. Maar je blijft lengte houden in je borstkas. Ik ga op een fluitje blazen. En dat fluitje heeft de frequentie van het hart. En dat is op 528 hertz. Ik hoop ook dat het voor thuis goed uitkomt. En daarmee kunnen we opnieuw gaan verbinden met de frequentie van ons hart. En je ogen sluiten eventjes. Hoor eventjes na. Open je ogen en laat je armen los. Probeer met ons knie heel zachtjes uit slot houden. En meer op ons hielen gaan leunen. En als je knie plooit, kan het zijn dat je onderbuik naar voren krampt. Maar we duwen ons bek naar achter dat we die kanteling voelen. Zorg dat je die holte in je onderrug hebt. En wat we nu gaan doen, is ons borstkas gaan optillen. En dat kan je doen door je elleboog naar binnen te brengen, naar voren en naar boven te gaan brengen. Linda, probeer eens je borstkas op te tillen. Niet je schouders, ga naar beneden. Je elleboog naar binnen, naar voren en naar boven. We gaan zo een klein achterwaartse buiging aan maken. Oké. Laat de handen los en we blijven onze borstkas open houden. Kijk zachtjes naar voren. Verleng je borstkas uit. Duw je bekken naar achter en kom naar voren. En breng met je handen aan de zijkant van je been naar beneden. En je onderrug, je onderbuik en je bovenbeen blijven met elkaar in. Verleng en breng je handen aan de binnenkant van je benen omhoog. Handen achter je rug. Verleng je borstkas naar voren door je ellebogen naar beneden naar elkaar te brengen. Uit, kom met de voorartse buiging terug. Plooi je benen terug een stukje, doe je bekken naar achteren en wrijf met je handen aan de zijkant van je benen. In, verleng je borstkas de kruin naar voren en aan de binnenkant breng je terug naar boven. Handen op de andere, in, borstkas naar voren brengen. Ellebogen probeer je naar samen te brengen en ellebogen naar beneden te gaan duwen. Verleng je borstkas uit met lengte in de rug. Plooi je bekken naar achteren. Stuitbeen naar achteren. Vrij aan de zijkant van je benen. En in. Kom terug naar voren. We gaan ons benen op bekkensbreed gaan zetten. En breder. Met een beenlengte ertussen. Benen mogen naar buiten gaan wezen. Wat we nu gaan doen is op onze ademhaling heel zachtjes gaan we laten zakken naar beneden. Mag je benen nog breder zetten. Ja. Wanneer ik dan op de goddess pose, Bart moet dat ook op je paard gaan zitten. En we laten ons bekken zakken. En je enkels mogen breder staan dan je knieën. En dan je mag nog breder gaan staan. Ja. En als je zo breed staat, dat we blijven staan, kan je naar voren gaan leunen. Dat is niet de bedoeling. Maar gaan we zoveel mogelijk naar achter gaan leunen. Probeer onze knieën op 90 graden te gaan brengen. En we gaan niet ons bekken gaan comprimeren, maar gaan ons gaan verlengen. Dus duw je bekken een stukje naar achter. Je zit
Ik doe het een beetje zo, probeer je bekken. Nee, andere kant. Ja, verleng je borstkas en kom ietsje dieper zakken. Aanademen. In en uit door de neus. Laat je bekken zakken. Zet de glimlach op. Aanademen. In. Deel die energie naar je hart. Geen spanning in de nek, geen spanning in de schouders. Uit. Duw naar beneden. Ontspan. Trek die tenen naar je schenen. In. En uit. Breng je borstkas omhoog. In. Tel die borstkas omhoog. Uit. Als je naar beneden gaat, duw ietsje dieper. Laat je bekken naar beneden zakken. Mag je benen breder zetten. In. Blijf volhouden. Blijf volhouden. Het is allemaal in orde. Kom dieper in de bekken. Doe maar. Je benen gaan trillen. Het is geen enkel probleem. Ze gaan niet afvallen. In. Nu ben je aan het verkorten. Je moet je bekken naar achteren. Duw holt en je onderrug gebruik. Ja. Uit. In. Als je enkel de kracht in de benen houdt, maar als je de kracht in de benen houdt, en nergens anders kan je dit heel lang gaan volhouden. In en uit. Concentreer op in- en uitademing. In. Blijf doorgaan. Ik ga eventjes iemand corrigeren. In en uit. Zet je benen een beetje breder. In. Ik heb ontsteking in mijn rug. Oké. Oké, maar wat je aan het gebeuren bent, is ben ik hier aan het comprimeren en hier heel vast aan het houden. Als je dit gaat doen, ja, en dit gaat verlengen en openhouden, en nu naar beneden gaan, ja, op die manier, en openhouden. Oké, okay. Je benen breder zetten, zet je voeten nog breder. Oké. Okay. In, en uit. De laatste in, kom omhoog. En uit. Oké, okay, hand op de buik, hand op de borst, kan ze voelen na wat er gebeurd is. Mag je benen strekken. De hele krachtige houding dat vraagt heel veel aan de beenspieren gedaan. Hè? Maar als je dat met intentie en attentie doet, met je ademhaling, kan je dat heel lang volhouden. Het is een heel krachtige oefening om die beenspieren om eigenlijk heel goed aarde te gaan brengen en heel standvast te staan, zodat je je hart kan open gaan zetten. Ja. We gaan nog een keer doen. Zet maar de benen heel breed. En terug. We gaan nog even zet ze nog een keer bij elkaar. Ik ga het verschil uitleggen. Als je kan je bekken naar achter duwen. En je kan je bekken ook gaan comprimeren, want dan ga je bulging gaan krijgen. En dan ga je te veel vanuit je core proberen krampachtig die houding te doen. Maar als je lengte maakt en je borstkas gaat verlengen, hand naar boven brengen, en een natuurlijke curve in je onderrug houdt, en van hieruit je benen breed zet, en de lengte behoud je in de lichaam, maar je gaat enkel door je benen naar beneden, en je duwt die hielen in de grond, die tenen trekken naar voren, je gaat gaan ademen, 5 vingers onder de navel, en heel krachtig in je benen komen staan. Kom je tot rust, kan je hart gaan openen. Eén arme zijwaarts omhoog. Uit. Laat je schouders gewoon zakken. En breng je ellebogen naar elkaar toe. En draai je polsen naar buiten. Polsen nog, draai nog, draai. En schouders naar beneden. Ellebogen naar elkaar. Net zoals je bijvoorbeeld een blokje er wil tussen steken. Nou, adem in en uit door onze... Dan altijd langs onze neus. En uit ons buik. Breng die ellebogen naar elkaar. Naar voren en naar boven. Tel je borstkas omhoog. Ellebogen dichter bij elkaar, Linda. Pols naar buiten draaien. Naar buiten, ja. Schouders naar beneden. Trek die tenen omhoog. En haal 5 vingers onder de navel. Zachtjes. Voel je benen warm worden. Laat je handen los. Naar beneden. In. Tel je handen omhoog. En houden die hier. Ellebogen naar binnen proberen te draaien, naar voren. En je ellebogen proberen naar boven te gaan tellen. Doe je ellebogen weg van je schouderblaren. Pols naar buiten draaien. En adem. Rustig. Geen spanning in de nek. In en uit. Maak het torsje naar links. En naar voren. Uit, torsje naar links. Doe je knieën naar achteren. In naar voren, uit naar links. In naar voren, uit naar rechts. Kom, Mary, kan het.
In en uit door je buik. In naar voren, uit, en je belly. Alle ellebogen meer naar boven, armen omhoog. Ja. In naar voren, uit naar rechts. Nog een keer naar voren, uit naar rechts. In naar voren, handen laten vallen. En in, tegen jezelf recht. Kom iets dichter staan. Je hand op de buik, je hand op de borstkas. En blijf ademen, 5 vingers onder je navel. Kom hier op je hielen terecht. Schroef je hielen in de mat. Duw ze naar buiten toe. Verleng je borstkas naar boven. Ellebogen naast je lichaam. Ga gaan observeren wat er gebeurt in je lichaam. Observeer de warmte, de kracht die je leert kennen in je benen. Meer op je hielen leunen. Hoe meer op je hielen leunt en je hielen in de mat kan schroeven, kan je je borstkas vanuit je hart omhoog gaan tellen. Tel niet maar omhoog. Enkel je hart omhoog tellen. We houden die hoog. En nu gaan we vanuit ons buik gaan halen. Met de lengte in de flank, lengte in onze borstkas. Oké, handen naar beneden. Even lang je borstkas en uit. Kom naar achteren. Ga naar de squat gaan. Weer je mag op je kussen gaan zitten op die manier. Doe je benen naar achter, bekken naar achter, ja. En als je in de squat zit, doe je knie naar buiten. Je hebt de neiging om die knie naar binnen te laten, dan doe die knie naar buiten. Ja. Breng je borstkas naar voren, doe je bekken naar achter. Wees mijn handen naar voren. En we gaan niet gaan je onderrug, je gaat je stuit niet gaan krampen naar binnen, maar je stuit wegdoen. Dus doe je zitbeentjes naar achter en je holle onderrug krijgt. Aan de armen zijwaarts, maar naar de vogelsquat. In, uit, naar beneden. Handen naar beneden, in. Verleng je borstkas op, je vleugels, doe je bek naar achteren. Uit. Kom naar beneden. Trek die tenen naar je schenen toe. Heel hard naar boven. In. Doe je bekken weg, doe je kruin naar voren. Uit. Naar beneden. Kracht in de onderbuik. In. En uit. Voel jezelf omhoog gaan en zweven. In. En uit. In. En uit naar beneden, de laatste keer. In. Hou je vleugels open. Blijf hier. Hou ze gewoon open. Nu je stuit naar achter krijgen. Naar voren. Hand aan de zijkant van je benen. Verleng je borstkas omhoog. En kracht van je benen doe je omhoog. In en uit. Doe je ademhaling naar beneden. Kracht in de benen. Kom terug in de hielen. Hielen in de mat gaan schroeven. Ontspan je keel, ontspan je nek, ontspan je schouders. Adem in je buik, 5 vingers onder de navel. Leg hand op je borstkas, hand op je buik. En observeer jezelf wat er gebeurd is. Daarna, welke warmte dat er stroomt in je lichaam. Voel je hartslag, voel je ademhaling. Laat die terug gaan regenen. Maak die terug zacht. Oké. Okay. Mag twee blokjes vooraan je mat gaan zetten. Gaan een voorwaartse buiging doen. Ik denk dat er iets mis is. Kon het even. Alsjeblieft. Dag Luc. Hey. Goed, zit hij hier ook misschien? Ja, ik ben 5 minuutjes. Dat zou niet kloppen, want ik ken dat hier tot 8:30. Elke dinsdag. Dus ik weet niet wat er... Alsjeblieft. Ja, wanneer hij het gereserveerd? Nee, wanneer hij het gereserveerd... Dat is raar, ik heb dat... Nou, weet je dan dat van voor de zomer gereserveerd had? Dat kan, ja. Oké. Okay. Nou. De... ook yoga. Dus ja, dat is leuk. Oké. Okay. Voilà. Dat is de lesgever. Je zit met een eigen groep. Ja. Oké. Okay. Ja. Breng je hielen in de mat.
En je borstkas omhoog, kruin omhoog. En ons bekken naar achter gaan doen. We gaan met lengte in onze rug. En we plooien onze knieën een klein beetje. En onze borstkas gaan strekken naar voren. En we gaan ons kruin ook gaan strekken. Ja. En we gaan die heel in de mat gaan schroeven. En we gaan zorgen dat we hier met een natuurlijke curve in ons onderrug blijven. Plooi de knieën een stukje. Mary, mag je knieën iets meer plooien? Plooi je knieën, ja. En verleng je borstkas naar voren. Dan kan je doen door je ellebogen naar binnen te brengen, naar beneden naar je borstkas te verlengen. Ja. En in die lengte kan je iets dieper gaan. Probeer je onderbuik tegen je bovenbenen te zetten. Om mijn lengte te gaan behouden. Dan kan je gaan kijken waar je handen kan zetten. Laat je hoofd hangen nu. Oké, kom meer op de hielen geleund. Je kan kijken als je blokje op de grond kan zetten of dat je zelf eventueel je handen op de grond kan zetten. Maar je bovenbenen en je onderbuik moeten elkaar raken. We gaan ons gewicht naar ons rechterbeen gaan brengen. En ons linkerbeen gaan opheffen. En ons linkerbeen naar achter gaan brengen. En als het lukt, duw die omhoog en jouw tenen wijzen naar beneden en trek je naar je schenen toe. En je gaat je hoofd gaan ontspannen en loslaten. Geen spanning op de nek. En we gaan in, verleng je borstkas en uit, maak je torsie naar rechts. Duw je bekken naar links en je schouder naar rechts. In naar voor en uit, met je borstkas maak je torsie naar rechts. Ik kan eventjes mijn voet terugbrengen, kom eventjes recht terug. Eventjes recht komen. Dus wat gebeurt? In de voorwaartse buiging gaan we gewoon onze borstkas naar rechts brengen. Dus je brengt naar voren, kijk eventjes. Breng mijn been omhoog. Invulling op mijn borstkas, kom naar beneden. En ik ga een torsie naar rechts gaan brengen. Dus ik breng mijn rechterschouder naar links. En mijn rechterhip doe ik naar achteren. Dus eigenlijk wil je zoiets doen van beweging, maar je doet het klein op die manier. Oké. Je duwt je op je rechtervoet. Je draait je linkerbeen naar achter. Je kan die hoog laten of laag hier. Belangrijk is dat we steunen op ons rechterbeen. Borstkas verlengen naar beneden. En nu gaan we onze rechterschouder links naar achter brengen. En onze rechterheup naar links duwen. En onze knie is lichtjes uitslot. Dus ga je kleine torsie gaan maken in je flanken. Oké. Ja, lukt het? Kan je mee begeleiden? Invullen aan je borstkas. Uitkom naar beneden. Je kan, daarom zijn je blokjes, dat je eventueel op je blokjes kan steunen. Om die lengte te behouden. Dus strek je linkerbeen omhoog. Invullen en uit. Torsie naar rechts. In of voor. Uit. Torsie. Rechterschouder naar links naar achter. Oké. En we gaan nu naar de linkerkant van ons mat wandelen. En met onze rechterhand de binnenkant van ons voet nemen. Dan laat je me hangen. En hier gaan we ook torsie naar links brengen. Kom terug naar voren. Zet je linkervoet op de mat terug. En duw jezelf rechts. Oké. Linda, en wat vind je dat niet goed was? Wat? Ja, het zijn hele kleine torsies dat je moet maken. Het is niet overdreven. Kan je dit doen? Hetzelfde. Dezelfde beweging, maar voorwaarts en op één been. Dus, het is niet veel. Het is tegen de raad, dus we gaan ons lichaam herprogrammeren, maar vooral op ons rechterbeen gaan staan. En dat is eigenlijk dezelfde of dat je hier zou staan en hier de torsie naar rechts brengen. Dus je brengt je rechterschouder naar achter. En hier breng je achterschouder naar achter, maar dat is eigenlijk naar voren dan. Omdat je rug... Het is dezelfde beweging dat je brengt, dus dat je hier de torsie maakt, je brengt je rechterschouder naar achter, linkerschouder naar voren. Als ik in een voorwaartse beweging ben, rechterschouder naar achter, linkerschouder naar voren. En op één been.
Oké? Maar doordat we omgekeerd houden, krijgen we soms kortsluiting in ons hoofd. Daarom moeten we de mind niet te veel laten overnemen, maar ons lichaam laten gaan. Oké, we gaan dat nu nog een keer aan de linkerkant doen. Vanuit je borstkas omhoog. Uit, plooi je knie. Bekken naar achteren. Kom naar voren. Handen op je blokje kan je zetten. Of op de mat. En ons gewicht meer naar de linkerbeen. Hier kan je zorgen dat je linkerbekken niet naar buiten gaat, maar je linkerbekken naar binnen brengt. En we tellen onze rechtervoet omhoog. En het is eigenlijk al voldoende dat je rechtervoet geplooid is. Maar je kan ook je rechtervoet strekken naar achteren of omhoog doen. Je kan kijken. Is het voor Luc? Hij is in een andere zaal. Dat weet ik niet. Je had moeten vragen aan tot haal. Ah, ze zijn naar de judozaal, denk ik. Ja. Ja, geen probleem. Oké. Duw je rechtervoet omhoog. Kom naar beneden. En hier gaan we het torsje naar links maken. Dus je linkerschouder gaat naar achter, rechterschouder komt naar voren. In naar voren, uit. En blijf lengte houden aan beide flanken. Hoofd ontspannen. En nu wandelen we naar links. We pakken met onze linkerhand de binnenkant van ons linkerbeen vast. En naar beneden. En hier gaan we dan het torsje naar rechts maken. Even kijken, blijf maar doen. Oké, kom maar terug naar boven. Is het te complex? Ja? Het is wandelen naar rechts. Ja? 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 Oké. Het was nu anders, want het was op ons linkerbeen en we wandelen naar de rechterkant. Ja? Oké. Steek naar links. Ja. Mijn excuus. De twee kanten gedraaid of niet? We hebben twee kanten gedraaid. Ja, toch? Ja? 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 Oké. Gaan we het nu nog een keer doen? Oké. Dus ik ga nog een keer voordoen. Kijk eerst naar mij. Ik ga iets bij doen. Dus ik een voorwaartse buiging. Kom hier op je rechtervoet. Til je linkerbeen omhoog. Dus je kan hem hier houden of strekken. Eerst gaan doen is torsie naar rechts gaan draaien. Dus breng onze linkerschouder naar ons been toe. En ons, onder ons arm gaan kijken. En verlengen onze flanken. Op die manier. Dan kan je naar rechts wandelen. Pak de binnenkant vast. Dan doe je torsie naar de andere kant. Oké. Okay. Ja? Torsie naar links. Ja. Oké. Okay. Ja, naar links wandelen. Sorry, mijn links daar. Ja. Oké. Okay. Ja, tegelijk dat ik soms verkeerd zeg, kan het anders zijn. Maar je hebt gezien wat het, hoe dat is. We gaan die nog een keer proberen. Oké. Okay. Verlijn. Kom naar voren. Nu je bekken naar achteren. Dan op de grond. Bovenbeen en onderbeen komen samen. Kom weer op de rechterbeen terecht. Til je linkerbeen omhoog. We gaan nu torsie naar de rechterkant brengen. Dus kijk dus onder je rechter elleboog. Je rechterarm. Nu je rechterbekken naar achteren. Rechter schouder naar achteren en linker schouder naar voren. Op die manier. In en uit torsies maken. Nu wandel je naar links en met je rechterhand neem je de binnenkant van je rechtervoet vast. Je verleng je borstkas, je komt naar beneden. En nu ga je torsie naar links maken. Duw je rechterbekken naar achter, linkerschouder naar achter, rechterschouder naar links brengen. Oké, zet je voet terug neer. Kom met de kracht van je benen terug omhoog. Ja. Is het nu gelukt? Oké. Okay. Ja. Dan kunnen we nog een keer doen aan de linkerkant. Dus we gaan voorwaartse buiging doen. We gaan torsie naar links brengen. Op die manier neerwaarts. Dan draai je met de linkerhand naar rechts. En doe torsie naar rechts. Oké. Okay. Ja. En verleng je borstkas uit. Bek naar achteren brengen. Zo.
meer op je linkerbeen komen dan. Trek je rechterbeen omhoog, doe je rechterbeen naar achteren. Borstkast verlengen, hoofd laten hangen. In en uit, torsie naar links. Verleng je flanken en uit, kijk eronder. Doe je linkerbeen naar achteren. Linkerheup naar achteren. Nu wandelen we naar de linkerzijde, rechterzijde, sorry, met je linkerhand op je linkerbeen. In, verlengen, uit, torsie naar rechts maken. Nu je recht, linkerbek naar achter. Oké, zet je voet terug en plooi je been en met de kracht van je benen breng je terug omhoog. Oké. Sluit je ogen, hand op je buik, hand op je borstkas. Kom hier in je hielen terecht. En voel na. Voel na wat er gebeurt in je lichaam. In je benen. In je flanken. In je hart. En adem 5 vingers onder je navel. Nee, even kijken naar mijn spiekplaatje. Oké. Maar je handen loslaten. We gaan ons benen ietsje breder zetten. Ja. En terug naar een kleine squat gaan. Dus gaan naar beneden. Als je naar beneden gaat, niet je bekken naar voren brengen, want duw je bekken een stukje naar achter, je lengte, je flanken en je borstkas. Kom ietsje naar beneden. En we gaan onze rechtervoet naar rechts brengen en ons meer op onze rechterbeen halen. Ja. Verleng onze rechterflank zo ver mogelijk de voorbij. Kathleen, je mag je voet veel verder zetten. We gaan zorgen dat onze knie boven onze enkel blijft. Ja. En je reikt met je oksel voorbij je schouder. En je leunt op je rechterheup. Doe je rechterheup naar voren. Je rechterknie duw je naar achter. En nu houdt torsies maken. Uit, kijk naar voren. En kom terug laag. Uit, linkerschouder naar achter, rechterschouder naar voren. En naar voren. Uit. In verleng. En uit. Kom laag met je bekken, Marie. Laag met je bekken. Nog laag. Ja. En uit. In naar voren. Uit. In naar voren. En nu houden we het uithalen. Duw jezelf recht op je rechterbeen. En gezeurd. Ja. Wat we doen, is dat je hier blijft. We gaan niet terug naar links gaan duwen, maar gaan meer op ons rechterbeen. En je duw rechts op je rechterbeen. We gaan niet naar het linkerbeen. Oké. En nog een tipje, verleng je flanken. Want hier zat je terug te gaan verkorten. Je hebt de neiging om hier heel te kort te maken, maar je lengte gaan maken, zodat je met lengte erover kan gaan. Oké. Okay. Benen terug breder zetten. We gaan zakken. Een squat. Kant die bekken een beetje. Nee, andere kant. Andere kant. Ja. Borstkas verleng, niet mijn nek. Borstkas verleng, ja. Zakken. Oké. Okay. Linkerarm omhoog. We gaan helemaal naar links gaan. Dan met ons oksel voorbij onze knie gaan. Dus je moet een hele lange linkerlengte hebben. In en uit, torsie naar rechts. In naar voren. Goed op dat linkerhiel doen. En doe je linkerbekken naar voren en je linkerknie naar achter. In en uit. In en uit. Ga meer op je linkervoet gaan staan. En nu in met je linkervoet aan je rechts staan. Oké. Nu haal de ademhaling terug naar beneden. Oké. Wat ik nog gezien heb, is dat we bij de torsie dat we maken, is dat we hier blijven. We gaan niet naar hier gaan. Dus we gaan ons borstkas op ons bovenbeen brengen. Elleboog er voorbij. En de torsie zit hem hier. Je brengt je rechter elleboog boven je linker. Als je op die manier kijkt.
doen we hier torsie. Als ik gebeuren naar hier. We gaan hier blijven en we doen open. Open op die manier. Oké. Wat ga ik doen aan de rechterkant? Ah, ja. Hier staat, niet comprimeren, lengte maken. Ja. Dan zet beentje laten zakken, knieën naar buiten gaan brengen. Rechterarm omhoog. Je maakt lengte, duw je rechterheup naar achteren. Duw hem echt naar achteren. Mireille, kom ik terug. Wat hier aan toe zit, hier, is doe je rechterheup naar achteren. En maak lengte. Rijk mijn elleboog verder. Mijn elleboog verder, rijk verder. Kom laar mijn bekken, laar mijn bekken. Ja, en hier. En blijf hier. En uit. Torsie naar links. Je kan in naar voren. En uit. Ja. Doe je rechterknie naar achteren. Rechterheup, duw je naar daar. En kom echt op je rechterbeen terecht. En duw jezelf recht. Oké. Oké, nu voel je het goed. Linda, oké. Ja, het is het gezichtje dat ik nodig heb. Dat zijn de gezichtjes die je moet zien. Dan moet je zien dat ze... Als je dat niet hebt in de yoga, dan zeg je van... dat doet niks. Is teken dat je niet goed... Of dat je jezelf ergens aan het compenseren bent. Dat niet goed zit. Oké. Nu nog die linkerkant nog een keer doen. Hè. Je kan ook meedoen in zitpositie. Hoe je lengte gaan verlengen. Oké. Probeer je heup naar achter te doen en probeer zo wat torsies te brengen. Dat is even goed als dit te zwaar is. Oké. Dus niet gaan comprimeren, lengte. En we laten ons zakken. En zakken. Nee, wat je nu doet, Mireille, is dit. Je moet eigenlijk je bek naar achter brengen, meer op die hielen, je knie naar achter brengen. En je kijk, vanaf nu, ik kan op mijn hielen een stuk gaan staan. Net als op. Je zou het dan moeten kunnen doen. Ja. Oké. Blijf gaan naar beneden. Lengte maken. Doe nu je linkerheup naar achter en je komt op je linkerbeen. Oké. En ga met je ellebogen ervoor uit, voorbij. De rechter hand mag er ook bij. In, verlengen, uit. Duw je rechter linkerheup naar voren en je linkerknie naar achter. In en uit. Boven je been, torsies. In, lengte aan de linkerkant, gewoon lengte aan de rechterkant. Nou. Volledig recht op linkerbeen. En in, duw jezelf recht op je linkerbeen. Oké. Linda, ik zag je terugkeren en omhoog gaan. Bedoel, je zegt dat je hierop duwt. Dat volledig gewicht op die heup zit. En dat je echt moet kracht zijn op die heup. Want dat je dit doet, het effect is dat je echt je been opheft. En op die linkerbeen omhoog duwt. Dan krijg je een kracht in de rie. Waarna al die spieren warm. En krijg je warm van binnen. Oké. Ja. Hoe voelen jullie benen nu? Zijn ze warm? Zijn ze stevig? Ja? Mireille? Hoe voelen ze? Ja? Is er nog meer nodig voor aarding? Mary? Voel je ze? Mag nog een keer in de squat gaan staan. Raak het niet meer uit. En van jou? Voelen ze oké. Ja. Ik was aan het nadenken. Oké. Komen op handen en knieën op de mat. En we gaan op de mat blijven, Mary. En we gaan ons bekken wat bewegen. De bedoeling is dat we doen, is terug heel die beenspieren, heel die benen gaan aarden activeren, zodanig dat ons hart de kracht krijgt en de ruimte krijgt om gedragen te worden. Vooral omdat
Als we echt in die benen gaan staan, krijgen we ruimte om ons hart aan te geven. En als we niet in onze benen staan, moeten we eigenlijk heel ons lichaam recht houden met ons borstkas, met die spieren in de nek, en krijgen ons hart geen niet de ruimte om te gaan ademen. Oké. We gaan ons rechterbeen omhoog heffen. We gaan die achter ons linkerbeen gaan zetten. Oké. Lukt dat, Mary? Dan ga ik even kijken wat te gaat. Ja, je mag hem strekken voor jou. Ideaal. Oké. Nu gaan we gaan doen, is onze elleboog naar binnen brengen. Ja. Wat ik nog zie, is de handen niet te ver openstaan. De handen naar voren brengen. En wat ik ook zie, is aan de handen zo komen te staan. En op de pijnken houden. Want de handen goed in de mat gaan zetten. En we gaan ons met de vingers de mat gaan grijpen. Mireille, zet ik je hand iets meer naar voren? Ja? Nee. Naar binnen draaien. Ja, oké. En alle ogen naar binnen brengen. We mogen naar binnen, naar beneden. En we gaan ons borstkas gaan verlengen. Niet onze nek, ons borstkas. Ja. Nu gaan we doen, is onze ellebogen naar binnen houden. Ellebogen plooien. Naar beneden duwen. En ons bekken naar achter gaan brengen. Klein beetje. Duw je schenen tegen elkaar. Doe je benen tegen elkaar. Ja, en doe je bekken naar achter. Oké. Voel je aan de zijkant van je bekken wat open gaan? Ja? Ellebogen naar binnen brengen. Doe je ellebogen naar binnen. Ellebogen naar beneden. En duw naar achteren. Oké. Kom terug naar voren. Voel je iets of niet? Linda, zeg maar. Waar voel je iets? Ja, oké. Karin, jij ook? Ja. Mary? Heb je pijn of voel je stretch? Oké, komt dan nietje er niet zo diep aan? Ga naar het gevoel dat je een deugdende stretch hebt. Oké. Ja. Maar nog eens doen. Dus zet je linkerknie exact in het midden tussen je armen. Rechterknie hef je op. Breng je achter je linkerbeen. En nu ga je jouw schenen tegen elkaar gaan brengen en de wreef van de voeten in de mat gaan duwen. En je duwt krachtig die onderbenen tegen elkaar. Handen op de mat, ellebogen naar binnen. En duw die ellebogen naar binnen toe. Zodat je borstkas, je kan eigenlijk een beetje meer naar voren gaan leunen. Dan heb je handen gaan leunen. Ellebogen naar binnen, de kat leunen. Naar binnen, ja. En nu, de ellebogen naar binnen, ellebogen naar beneden en je bekken naar achteren gaan brengen. Duw je bekken naar achteren en breng je benen krachtig tegen elkaar. Vreef van de voeten in de mat, duw je bekken naar achteren. En laat je borstkas naar beneden zakken. Ellebogen naar elkaar toe. Oké, kom terug naar voren. En wissel van kant. Hier aan de zijkant moet je wat voelen. Waar voel jij het, Mary? Maar voel wel iets. Hé? Ja. Oké. Dan kan je moeilijk helpen als ik niet weet waar je het voelt of niet voelt. Ja. Oké. Dat is niet waar. Rechterknie in het midden tussen je handen gaan zetten. Linkerknie erachter en ertussen gaan plaatsen. Ja. Terug die benen tegen elkaar gaan brengen. De voeten in de mat gaan steken. Misschien meer even voor jou. Kan je misschien je benen nog gaan kruisen. Als dat mogelijk is. Over elkaar. Dat is ook een optie dat je kan doen. Om te zien wat er mogelijk is. Oké. En niet te veel naar links gaan leunen, Mireille, of naar rechts, maar probeer je bekken goed in min te houden. Ellebogen bij elkaar gaan brengen. Ellebogen naar binnen brengen, naar beneden en duw je bekken naar achter. En we houden een normale holle kurs in ons andere been tegen elkaar. En duw je bekken naar achter. Krachten die benen tegen elkaar. En kom terug naar voren. Oké. Okay. Wil je wat met jullie heupen?
Oké. Okay. Een blokjes nemen. We gaan het voortonen. We gaan onze rechterbel op een blokje zetten. Voet maar voor. Linkerbij naar achter gaan brengen. Op deze manier. We gaan zitten. Ja. Oké. Hier kan je terug, oftewel doorzitten, dat is niet de bedoeling, want er onze borstkas gaan optillen en meer op ons rechterbeen gaan hangen. Mary, je kan gewoon op jouw drie blokjes gaan zitten en op jouw kussentje. En je kan op een andere manier mee gaan doen. Oké. In deze houding, let op dat je niet doorzakt. Duw jezelf recht. Je mag je voet mee naar daar brengen. Nog meer, nog meer. Heel naar je toe trekken. Naar je toe trekken. Ja, ja. Probeer. Is geen... Ja, oké. Okay, ideaal. Wat voel je nu? Ja, trek je tenen naar je toe. Oké. Okay. Trek je tenen naar je toe. En de achterste tenen zitten in de mat nu. Je hiel breng je omhoog. Je zit zo nog heel doorgezakt. Dus je doet gewoon met je linkerteen duw je in de mat en breng je linkerheup naar voren. Ja, goed zo, Mary. Ja. Oké. Okay. Borstkas stellen. En nu kan je heel schuin gaan hangen. Probeer het gewicht te gaan verdelen. En je kan een rechterblokje aan de rechterkant zetten. Om lengte te creëren in je rechterschouder. We gaan er niet te veel aan op leunen. Het is gewoon de intentie om de rechterflank te gaan. We gaan met de kracht van onze linkerteen in de mat van onze linkerheup naar voren gaan brengen. Oké. Okay. Breng een keer beweging in die heup. Probeer die heup naar voren te brengen. Ja. Kathleen, je mag je heel dichter naar je toe brengen. Ja. Knie naar buiten laten vallen. Ja, oké. Okay. Tenen naar je toe trekken. Tenen naar je toe. Ja. Oké. Okay. Mireille, voet mee naar voren. Ja. Knie mee naar buiten brengen. Je rechterknie naar buiten. Rechterknie, ja. En daar is het. Oké. Okay. Ja. Oké. Okay. En waar moet je tegenhouden? Oké. Okay. De truc zit hier. Kracht in de benen. Duw die rechterhiel in de mat. Trek die rechter tenen naar je toe. Breng die knie naar beneden. Duw de linkerknie in de mat. Linker teen in de mat. Duw de linkerheup naar voren. Je kan lengte maken. Breng je armen zijwaarts omhoog. Nu zet je door. Duw jezelf recht. Duw kracht in je rechterknie. Je knie, je rechterknie. Duw naar beneden. Duw die rechterknie heel goed naar beneden. Ja. Kracht in de benen. Ja. In, verleng en uit. Kleine torsie naar rechts maken. En naar voor. Uit naar rechts. En naar voor. Uit naar rechts. En naar voor. Uit naar rechts. In. En uit. Oké. Okay. Hand terug. Breng je benen eruit. Kom in de hand zitten. Ik zie je zo doen, Mireille. Voel je het niet? Nee, je zit een klein beetje schuin. Dat is geen probleem. Oké. Okay. Wissel van kant. Op ons rechterblokje, op linkerblokje, met de linkerbeen op het blokje. Oké. Okay. Aan onze knie. Ja. Ja. Het is hier, we zijn aan het kijken hoe dat het zit met de zaal, met de wind, hoe dat een beetje zit. Want het was koud toen we binnenkwamen.
Dus het is nog een beetje wennen. Wat ik nu wel kan doen, is gaan kijken. Is er weer koude lucht aan blazen? Oké, okay. Is goed dat je het vertelt. Ik zal het eventjes wat minder zetten of hem nu uitzetten. Maar uit gaat niet gaan, denk ik. We staan nu wel. Oké. Okay. Ja. Anders mag je even een beetje verplaatsen in de zaal dat je daar, dat je voelt dat je een wind hebt. Het is een beetje zoeken, joh. Ja. Oké. Okay. Ik voel een beetje wat je kan zitten. Maar je hebt warme en koude voeten. Ik heb warm en koud. Ja. Ja. Oké. Okay. Ja. 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 Het is nog een beetje zoeken hoe dat zit, anders... Ja, oké. Okay. Zoek even een plekje waar dat het kan, waar dat kan zijn dan. Oké. Okay. Op ons blokje gaan zitten. Maar onze linkerknie mag ietsje breder komen naar buiten toe. En zet je scheenbeen, probeer op de grond te brengen. En aan het zoeken. Breng je been een beetje naar daar, Linda. Ja, meer naar je toe trekken, je hiel. Heel naar je toe trekken, nog een beetje. Ja, oké. Okay. En meer naar voren leunen. Niet naar voren zo, maar... Ja, oké. Okay. Rechtervoet in de mat gaan zetten. En je rechterbeen is op in het verlengde van je rechterbekken. Ja. Wat er nu gebeurt, je kan je hand doorhangen terug. Maar dat gaan we niet gaan doen, want ons borstkas gaan optillen. En ons meer gaan verplaatsen met het gewicht van ons bekken naar de voorste been. Ja. Hoe recht zitten. Omhoog, Mireille. Omhoog. Duw met je. Ja, maar je zit zo. En ja, wat doe je nu? Nu doe je het zo. Ik zal een keer langskomen, wacht. We gaan een keer kijken. Ja. We gaan een keer kijken. Wat er hier zit, is dit. Hop. Zo. Zo. Ik kan heel omhoog brengen. Ja. Bekken naar voren doen. Voilà. Ah ja. Nu zet je recht. Maar je gaat niet meer blijven, hè? Nee, dat is de kracht van je benen dat je nu mag gebruiken. Je bent ongehoorzaam. Je luistert niet wat ik doe, wat ik vraag. Nee. Soms is het gewoon het echt activeren van onze benen. Doe je rechterteen in de mat. Heel krachtig. Rechterteen in de mat doen. En duw je rechterbekken naar voren. Oké. Okay. Ja. Ik ga nog een keer langskomen. En blijf die beweging doen. Je rechterbekken naar voren. Ik zal eventjes langskomen nog. Oké. Okay. Zet je knie meer naar de zijkant hier. Okay. Zo. Oké. Okay. Verlengd. Oké. Okay. Jawel. Verlengd. En je mag je blokje meer hier zetten onder je bel. Oké. Okay. Hier omhoog, Linda. Omhoog. Omhoog, lengte en die schouders. Je moet... Dit mag je echt ontspannen. Dit mag je echt ontspannen. Ja, heel naar buiten brengen. Oké. Okay. Mag je blokje meer onder je bibs gaan doen? Zo, ja, oké. Okay. Lengte gaan maken. De kracht van je been ga je naar buiten brengen. Zo. Je teen meer naar achteren gaan brengen. Zo. Doe dat omhoog. Ja, je zit mooi recht. Je kan nog je been meer naar voren gaan brengen. Oké. Okay. Ja. Voilà. Oké, okay, als dit lukt, breng je handen omhoog. Met je handen en schouders zakken. Ah, los. Los in de nek. Ellebogen naar binnen. Ja.
Invullen aan je borstkas en uit, torsie naar links. En naar voor. En torsie naar links. En niet met de kracht van je nek. Dus je schouder, rechterschouder gaat naar voor, linkerschouder gaat naar achter. En naar voor, uit, naar links. Kracht in de benen blijven houden. Kracht in de benen. En naar voor, uit, naar links. Oké. Zet je handen op de mat. Maak terug wat cirkels. Zet je benen breder. Handen naar voren. Op je blokje blijven zitten, Meritan. Ja. En we gaan ons bekken boven onze knieën gaan brengen. Elbogen naar binnen brengen. En onze borstkas verlengen naar voren en naar de mat brengen. Doe je bekken naar achter. Knieën stevig in de mat. En je bekken staat boven jou. Knieën. Doe de knieën in de mat. Je kan je wreef van de voeten in de mat brengen. Tenen bij elkaar. Maak ruimte. En laat je borstkas zakken naar beneden. En adem vijf vingers onder je navel. Maak lengte je flanken. Maak lengte met je kruin. Maak lengte je borstkas. Handen terug onder de schouders plaatsen. Ja. Nou, op je buik komen te liggen. Leg maar op je buik neer. Dus even kijken hoe laat dat het is. Het is benen nemen. Dat is buik liggen. Met je handen onder je hoofd brengen, je hoofd op je handen. En met je bekken van links naar rechts gaan bewegen. En dan de tenen samenbrengen. Tenen elkaar. Ja. Je grote tenen tegen elkaar en de wreef van de voeten gaan we in de mat gaan brengen. Wat we nu gaan doen is onze wreef zodanig in de mat gaan duwen. Onze bovenbenen binnenwaarts draaien. Dat wil zeggen naar de mat toe. Zodanig dat onze knieën van de mat komen. Voel je dat? Ja. Onze knieën van de mat zijn, mag je armen breed voor je gaan brengen. In een V. Voorhoofd op de mat brengen. Reik met je handen zo ver mogelijk en trek je schouders naar je weg van je nek. Dat is een tegendraadse beweging. Want reik met je handen naar voren, elleboog nu naar voren, maar je schouders blijven weg van de oren. Blijf met die wreef van de voeten in de mat duwen. Kleine tenen in de mat. Bovenbenen binnenwaarts draaien. En voel dat je onderrug ruimte mee te krijgen. En adem vijf vingers onder je navel. Breng je handen ietsje dichter. Doe je ellebogen naar de mat en naar elkaar toe. Zoals een lang blokje zou gaan. En breng je borstkas naar voren. We gaan niet met ons nek naar boven, maar onze borstkas gaan tillen. Door onze ellebogen naar binnen te brengen, naar beneden. En nu trek je aan je handen en je verleng je borstkas naar voren. Duw die wreef van de voeten in de mat, knieën komen van de mat. Geen spanning in nek. En breng nu je hoofd terug naar beneden. Met de ellebogen dichter, maar nog niet onder je schouders. En je handen zijn ook terug in een V. En borstkas omhoog. Niet met je kin. Je kin mag je een beetje laten hangen. Anders heb je de neiging om je kin te strekken. Je duw je ellebogen in de mat. Ellebogen duw je naar elkaar toe. Je handen gaan naar buiten. Armen om. Onderarmen duw je naar buiten. En je til je borstkas. Ondertussen duw je de wreef van de voeten in de mat. Kleine tenen in de mat duwen. Bovenbenen binnenwaarts draaien. Knieën van de mat. En trek nu met je handen de vloer naar je toe, verleng je borstkas en duw met je ellebogen krachtig in de mat. En adem vijf vingers onder de navel. Voel je flanken verlengen. Voel je onderrug open gekregen. En breng je hoofd terug naar de mat.
Mag je ellebogen onder je schouders zetten? Mag omhoog komen. Ellebogen mag je iets dichter tegen elkaar zetten. Onder de schouders. En we gaan ons handen breed gaan zetten. Niet de polsen, maar de onderarmen gaan we naar buiten gaan plaatsen. Je trekt nu met je handen de mat naar je toe. Je ellebogen duwen naar beneden, zodat je schouders naar beneden gaan. Je wrijft van de voeten gaan in de mat. Kleine teen gaat in de mat, grote tenen zijn bij elkaar. Bovenbenen draaien binnenwaarts. En adem 5 vingers onder de navel. En je borstkas een stukje door de elleboom krachtig in de mat te duwen. Marie, duw je elleboom in de mat. Kom. Trek je handen op die vloer. Trek die vloer naar je toe. Tel je borstkas omhoog. Ja? Kijk de keer. Ja? Ellebogen in de mat gaan duwen. Oké. Voel die kracht in die benen. Adem 5 vingers onder de navel. Geen spanning in de nek. Voel ruimte in je flanken en je borstkas. En je ontspant terug. Naar je hoofd, terug op je handen. En beweeg wel met je bekken van links naar rechts. Oké. We gaan op ons de rug gaan liggen. We gaan de halve brug gaan doen. We gaan eens eventjes kijken, voordat jullie van start gaan. We gaan een blokje tussen onze benen gaan, tussen onze knieën zetten. We gaan dat blokje en onze knieën naar elkaar gaan doen. De ellebogen gaan zijwaarts, langs je lichaam, langs je flank. Op een inademhaling duw je bekken omhoog. En als je bekken omhoog is, ga je jouw hielen onder je zitvlak proberen te brengen. En duw je borstkas naar boven en naar je kin toe. En je duwt ook krachten met je ellebogen in de mat. Trek je tenen omhoog en duw je hielen naar buiten en onder je zitvlak. Oké. Okay. Ga je die meenemen? Dus het blokje zit tussen je knieën. Je duwt je knieën tegen het blokje en je benen staan ietsje breder naar je bekken, zodat je knieën, dat je benen niet in een veest. En je doet krachten met je hielen in de mat, trek je tenen omhoog en duw je bekken omhoog, weg van je voeten, richting platform. En je borstkas breng je richting je kin. Je trekt nu je hielen onder je zitvlak. En je hielen draai je ook een klein beetje naar buiten. Je kan je ellebogen in de mat duwen. Om meer die lengte te gaan creëren in je borstkas. Maak ruimte, adem ruimte in je hart. En adem 5 vingers onder je navel. Bovenbenen draaien binnenwaarts. Hielen draaien in de mat naar buiten toe. Stroef die hielen naar buiten. Trek die hielen onder je zitvlak. En breng je borst, je zitvlak terug op de mat. Oké. Okay. En onze benen naar uitwisserbeweging van links naar rechts laten vallen.
Draai op ene kant en duw jezelf recht. We gaan zitten op een blokje of op een kussentje. Oké. Mary mag op je torentje zitten. Jawel. Ga gaan. En je hoesting meer? Verstand, meid. Verstand. Oké, het gaat je deugd doen, voor te zijn. En aan onze linkerblokje. Aan het linker. Dat is het rechterblokje, pas op. Blokje op de linker gaan duwen. Ja, Mary, je hebt dat goed getraind vanmiddag. Oké. Dus ook hier terug. Om een lijn te doen. Het is Kathleen, ja. Misschien kan je blokje zo zetten. Ja, een beetje hoger aanzetten. Voilà. Oké. Ja. En je blokje kan je van onder die knie een beetje verder schuiven. Ja. En als je blokje onder die knie legt, leg hem zo. Zodanig gaat hij van botjes, dat hij net onder dat botje zit. Ja. Beetje schuiner zijn. Ja, oké. Okay. Wat ik nu zie, is dat je nog altijd kantelt. Dus je moet borstkas omhoog brengen. Dus eigenlijk je bekken naar beneden gaan. Dus kracht in de knieën, niet lengte gaan. Dus door de kracht van de benen. We hebben heel veel beenoefeningen gedaan nu. Dus duw nu die scheenbenen, die andere benen, in de mat. Ook nog borstkas verlengen. Een beetje meer naar voren leunen. Borstkas verlengen. Nog een beetje naar voren. Borstkas verlengen. Ja. En nu, in die kracht van de benen, een klein beetje naar achteren terugkomen. Ja. Oké. Okay. Dan doe je benen gigantisch in de mat. Knieën in de mat en breng je naar achteren. Doordat je dat doet, ja, Mireille, zit je heel mooi bijna. Verleng je. Dat is kracht in de knieën. Blokje aan de linkerkant. Duw op blokje, schouder mag omhoog komen. Rechterhand mag op je rechterbeen komen. In, verleng en uit. Torsie naar links. Linda, maar je arm is gestrekt. Onze armen zijn gestrekt. Mireille, armen zijn gestrekt. Ah, kies je het lach. In en uit, torsie. En als we torsie maken, gaan we niet naar voren of naar achter, maar we willen maken lengte. En uit. En naar voren. En uit. Linda, lukt het om je armen te strekken? Probeer je armen te strekken. Je arm is nog geplooid. Strek, strek. Ja, strek. Duw naar beneden. Duw naar beneden. Ja, schouder mag naar boven komen. Helemaal naar boven. Je schouder mag echt komen. Strek nog meer. Beide armen. Ja. Je achterste arm ook gestrekt. Kan nog een keer komen. Oké, we gaan een keer kijken. Hè. Ja. Zet een keer dichter. En duw, 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 duw. Ja. Alle twee gestrekt. En nu uit. Torsie maken. En blijf duwen. Blijf krachten duwen. Ja, oké. En uit. Maar altijd in en uit, blijf torsie maken naar de linkerkant. Ja. En wat? Nee. Het kan zijn voor jou dat als een kanteling voelt, omdat je vaak zo zit. Dan moet je echt wel je bekken naar beneden gaan duwen. En je moet de lichte curve behouden naar je onderrug. Kan al een keer komen. Kijk, nu is die goed. Ja. En nu is het zo. En dit moet... Nee. Dus dit is de natuurlijke houding. Echt waar. En daar had er heel veel oorzaak van jouw pijn op komen. Als je hier gaat verkrampen, dan had dat niet. Maar als je hier lengte maakt, zo krijg je borstkas de ruimte om te gaan ademen. Om je hart vrij te maken. Want als je hier zit en zo doet, dan krijg je alles schouderdruk. Maar tel je borstkas omhoog, kracht in die benen. Benen, knieën naar beneden, knieën naar achteren en uit. En we gaan draaien van kant.
Duw op je benen. Van de spanning los met lachen. In en uit. Mary, kan je je armen strekken? Nog nooit gelukt, maar ik verstand, omdat je... Ja. Nee, ja, ik denk dat dat ook niet mogelijk is om dat zo te doen. Als je op je stoel zit, zou je, dat je op je stoeltje zit, zou je eigenlijk geen armen op het stoeltje kunnen zijn. Dat zou dat wel lukken, eigenlijk. Hè? Ja. Ja, oké. Okay. In naar voren en uit. Ellebogen samen, ellebogen langs je lichaam. Duw je benen in de mat. Ja. In naar voren en uit. Naar rechts. Oké. Okay. Kom naar voren. Kom gewoon in zithouding. Leg één hand op je buik en één hand op je hart. En adem 5 vingers onder de navel. Adem in en uit. 5 vingers onder de navel gaan ademen. Heel langzaam, heel krachtig. In doe je onderbuik, heel je bekken vullen. Heel tot aan je perineum, tot aan je stuitbenen. Uit. Hou de lengte in je borstkas. En trek je navel, je onderbuik, je perineum in. In. Terug heel je bekkenbodem. Al die, heel je heupen, heel je zitpintjes. Helemaal uit zijn. Vullen met zuurstof. Til je borstkas omhoog. En hou lengte in je borstkas. En nu terug uitademen. Door je onderbuik terug in te trekken. Je navel naar achter, naar binnen. Je perineum lichtjes op te trekken. En verleng, maak lengte in je flanken en je hart, schouders ontspannen, nek ontspannen. En uit. Leun meer, ietsje meer naar achter leunen, zodat je benen stevig in de onderbeen stevig in de grond zitten en je knieën naar achter gaan brengen. Breng je schouders boven je bekken. Ontspan je nek. Ontspan je schouders. Til je kin eventjes omhoog. Laat je hoofd balanceren op je hals. En adem. Ga naar binnen. Observeer en voel. Maak het stil van binnen. En adem. Ontspan je gezicht. Ontspan je schouders. Ontspan je nek. Blijf krachtig, maar rustig in- en uit ademen. 5 vingers onder de navel. Ga met je bewustzijn naar je ademhaling. Stroom mee op de in- en uitademhaling. Van buiten naar binnen. En van binnen naar buiten. Breng je rechterhand op je hart. We leggen onze linkerhand boven op onze rechterhand. Breng je borstkas omhoog met een inademhaling. En hou die lengte. Als je uitademt. En vul je onderbuik, vul je bekken, vul je flanken, vul je borstkas. En uit, trek je perineum terug in, navel in. Maar blijf lengte behouden. Maak je gezicht zacht, zet de glimlach op. Laat de cadans van je ademhaling in je lichaam komen. Voel het ritme van in en uit.
We laten het verspreiden over heel je lichaam. Ik kan erop meesurfen. En laat het je voeren naar de plekjes waar je aandacht vraagt. Blijf rustig ademen, in en uit. En breng je aandacht van je ademhaling van in naar de onderbuik en uit. In onderbuik verlengen en verbind het met je hart. En uit terug naar je onderbuik. En op zijn energie naar je hart. Uit. Naar je stuit. En naar je hart. En uit. Naar je stuit. Adem in naar je hart. En blijf met je aandacht blijf je bij je hart. Terwijl je in en uit ademt. Vijf vingers onder de navel. Hoe bij elke inademhaling je borstkas en je hart ruimer worden. En laat het expanderen. Creëer ruimte rond je hart en je borstkas. Met je aandacht. Blijf je benen krachtig in de grond doen. Krachtige aarding is ruimte geven naar je hart. Op een inademhaling ga je mijn intentie, mijn aandacht, attentie van de voorkant van je hart. Borstkas en uit. Verplaats je door het lichaam naar de achterkant van je hart. En naar voren. En uit naar achteren. Elk op jouw tempo. Blijf ademen in je hart, van voor naar achteren. Terwijl ik eens de hart druk. Laat de frequentie nazinderen in je hart. Maak lemniscaten met je handen bovenop je hart. Dat zijn achtjes. Je mag kiezen welke kant hij op haalt. Je
Draai ook eens naar de andere kant. Maak zowel fysiek ruimte rond je hart als in je hart. Maak ook cirkelbewegingen op en rond je hart. Draai ook zachtjes naar de andere kant. Breng je handen in namaste-houding voor je hart en tel je borstkas nog een stukje omhoog. En ons hart verbinden met ons denken door ons handen voorzichtig naar ons derde oog te brengen. Bind je hart met je denken. En als je hart verbonden is met je denken, verbind je denken terug met je hart. En je handen zachtjes naar beneden. Tel je borstkast er een stukje omhoog. Voordat je ogen opent, neem het gevoel dat je nu hebt mee naar de buitenwereld. Open zachtjes je ogen. Namaste. Dank jezelf om yoga te doen en bedankt om dat samen met mij te doen. Voilà, dank je wel.